Dat je als mens veel groenten moet eten, weten we allemaal. Maar hoeveel verstand hebben we er eigenlijk van? Ik ga het eens even vragen aan de mensen hier op straat. Kunt u mij vertellen wat dit is? Nee. Ja, zie jij het? Nee. Nee. Wat kunt u hierover vertellen? Dat het een wortel is. Nee. Nee? Ja, het lijkt op een... Nee. Het lijkt op een... Een aardappel. Aard... knol. Dat is een biet. Dat is groente. Ja, dat is... Knolsel, nee. Eet je genoeg groente? Jawel. Ik durf nou geen ja meer te zeggen. Ja, tomaat ken ik. Dat is een schorsenering. Schorsenering? Dat klinkt iets als bij, wat je bij de belasting moet invullen. Nee, hoe heet dat nou? Dat is vergeten groente is dit. Het eindigt op inaak. Pastinaak? Hier. Welke is de wortel? Zit er niet tussen, het was een strikvraag. Oh, ik ben al allemaal dingen kwijt. Weet je wat dit is? Peen. Een peen? Ja, een peen. Peen, winterpeen, dit is... Ik heb ook peen in mijn arm. Ja, je kan een lekkere pompoensoep maken samen met wortelen. Wie eet er het meest groente bij jullie thuis? Ik. Eten jullie veel groente? Jawel, dat moet. Surinamers eten altijd veel groente. Ik ben 71. Daarom leven we ook lang. Ik ben ook 80. En ik ben 71. Zonder botox. Doe even normaal. Die gebruik ik ook altijd in de Surinaamse bami. Zo. Nou, daar eindigt het op. Pak zooi. Samen komen we er wel uit. Ik eet al veel groente. Ja, veel geroerbakt en zo. Dat pak zooi en zo. Dat maak ik veel klaar, ja. Altijd vers ook. Als ik iets doe, doe ik het ook vers. Op zo'n schaaltje ongeveer. Zo groot als een vuist. Een vuist. Zoveel moet je eten per dag. Hier. Vuisten van het een of het ander. 5 vuisten per dag. Ik eet ook heel veel broccoli. Ik ga nu weer broccoli eten. Fijne dag. Tot later. Doei. Nou, dat gesprek kost dit. Oké. Tot ziens.